Yo mensen, tof dat deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999. Met vandaag weer de nieuwe Feyenoord Career Mode met het Stedde Team van Feyenoord. Na een week absents, absentie ga ik weer, ben ik weer terug met de Career Modes. En jullie gaan deze week ook nog natuurlijk de Spelers Career Mode zien. Um, voor heel even geen GTA of Sims of Planet Coaster. Ik hou het voor nu even langzaam opbouwen bij de Career Modes. En uh, ja, ik zou zeggen... Druk een duimpje omhoog als je het niet gedaan hebt en laat weten wat je van de video vond. En abonneer je en zeker ook als je het leuk vindt. Als jullie de video van gisteren niet gezien hebben, de, de, de Westpraat na aflevering. Hier komen we trouwens op 1-0 door Santiago Jiménez. Maar als jullie de video van gisteren niet gezien hebben van de Westpraat na aflevering. Ben, ik was absent voor een week door een over, overlijdende die heel dicht bij me stond. Waardoor ik ook dus al uh, de privéomstandigheden waar ik daarmee bedoelde. En het, daar is dus jammer genoeg helaas genoeg een eind aan gekomen vorige week vrijdag. Um, en vandaar dat ik dus echt een week nodig had om rustig en nog steeds moet ik het opbouwen doen. Niet uh, boem gelijk zoveel video's. Nee, echt opbouwen, tijd nemen. Maar ik, was wel, ik ben wel gewoon weer terug. En uh, ik hoop dat jullie mij ook die tijd gunnen. Maar vanaf nu komen er dus ook gewoon weer twee keer in de week uh, career modes. Dus ja, we gaan kijken wat het wordt. We staan al tussen. Dus 1-0 voor het doelpunt van Santiago Jiménez. En dan kunnen we hier, ja, we hebben de bal weggehaald. Nu is de ingooi voor Lazio. Nee, een hele nee, laatje, maar het is volgens mij laatste ook in de game. bal weghalen nu. Dat voor ons vooralsnog niet. Oppassen nu voor Feyenoord en het doelpunt ook. Het is de 1-1. Dus in minuut 31 kunnen we eronder onderscheppen. Ja, we spelen trouwens met ons eerste elftal hier natuurlijk. Berghuis, Ausnus. Ausnus vindt hij. Ja, Berghuis. Berghuis dan met zijn voorzet. Steven Berghuis. En de kopbal komt er niet in. Jiménez dan ook niet. Balbezit blijft voor Feyenoord. Hier Karsdorp. Orkamp Cockchu. Krijgt hem bij de Wijnaldum. Wijnaldum en Jiménez. En 2-1 Feyenoord. En weer Santiago Jiménez. Ook in dit sterrenteam is hij de topspeler. Santiago Jiménez. Twee doelpunten. 2-1 voor Feyenoord. Nu de bal weer voor Lazio. Immobile. Immobile. Druk wordt gezet op Feyenoord. Nog steeds balbezit. Immobile. Goed onder druk, ja. Ieder bal voor Karsdorp. Nu de counter mogelijkheid voor Feyenoord. Wijnaldum raakt de bal nog kwijt. Immobile. En de sun en de handen van Bailo. Bailo nu uh, die de bal bij zich houdt en kijkend wat er uh, gaat gebeuren. Tussen de tweede helft, 48e minuut hier. Immobile. Goeie onderschepping, zeker. Walbes, het is met een vrije trap nu voor Lazio. Gevaarlijke plek, nou oh ja, gevaarlijke plek. Op zich hoeft dat niet, uh, dat niet uh, erin te gaan. Kan ook niet, zou je zeggen. Maar hij gaat het wel proberen, in de handen van Bijlo. Bijlo nu naar Geertruida, misschien een snelle countermogelijkheid voor Feyenoord. Kaarsdorp, Kaarsdorp vindt hij zijn medespeler, ja, Steven Berghuis. Berghuis daar met zijn voorzet, dan lopen de spelers vrij. Hier Geertruida en de redding van de keeper. Op het schot van Geertruida. Hoekschop nu voor Feyenoord. Cockchu met de hoekschop. Gaat in één keer genomen worden. Richting weer Gimenez. Wordt dan van de lijn gehaald. En de bal bij Geertruida weer terechtkomt. Stefan de Vrij. Geertruida. Geertruida gaat schieten. En wordt van de bal gezet. Is dat nog een vrije trap? Jazeker. En een gele kaart. En een vrije trap op een hele mooie plek voor Feyenoord. Is dat Cockchu klaar? Of wordt het een andere speler? Wordt het misschien Berghuis. Die de vrije trap gaat nemen. Of blijft het bij Cockchu? Het blijft bij Orkan Cockchu. Met de vrije trap voor Feyenoord en de bal gaat in de muur. Kans voorbij. Coptio heeft de bal terug. Het kan nog. Minuut 60. Ausnus. Ausnus. Sinisterra. Krijgt de bal niet. En de bal weer voor Lazio. Goed onderschept. Feindelijk weer terug. Sinisterra. De druk wordt goed gezet door de Feindelijk-spelers. Hier dan weer slordig gedaan. Nu de countermogelijkheid voor Lazio. Als de verdediging van Feindelijk niet goed kan ingrijpen. Voor ons nog is het Lazio die de bal rondtikt. Bal hier voor uh, Zagini. Kaarsdop in de achtervolging. Hier Luis Alberto. En de bal gelukkig net naast. Wissel, Gustil, Nee, nog niet. Komt er nog niet in. Of maar nou, maakt op zich niet uit. 73ste minuut. Nog steeds 2-1 voor Feyenoord. Twee keer Santiago Jiménez. Dit schot is in de handen van uh, Bijlo. Hier er wel een keer naar voren peert. Richting Santiago Jiménez. Nou, daar komt hij totaal niet aan. Wel in de voeten van Ausnus. Til. Dus toch wel erin gekomen. Tilg geeft een goede paas op Sinisterra. Dan moet het hem, hem zijn voor de 3-1. Sinisterra, nee, schot wordt nog gered door de keeper. Ongelooflijk, maar waar. Bal bezit nu weer van Lazio. Luis Alberto. Luis Alberto, de bal naar voren. Filipe Andersen. Filipe Andersen. Bal naar de flank. Pedro. Pedro. Karsdorp komt niet op tijd tussen. Dan steeds Pedro. Gitaar daar nu is dus een goede onderschepping van Gertruida. En nu de koude mogelijkheid voor Feyenoord. Karsdorp naar voren richting Berghuis, Daar komt hij aan. Jazeker. Die houdt hem binnen. Steven Berghuis, Gimenez is naar, uh, naar voren. Gimenez kan de 3-1 maken. Nee, gaat naar uh, Gimenez. Ja, uiteindelijk toch nog. Maar dan wel in handen van de doelman. Dan is de extra tijd erbij. En dan gaat de extra tijd in. Twee minuten extra tijd. 2-1 Feyenoord. Immobile. Feyenoord met doelpunten van Gimenez. Gaat hier winnen. Ook hij is dus in het team belangrijk. En deze gaat gelukkig net over van Immobile en dan zit het erop. We winnen met 2-1 door twee doelpunten van Santiago Jiménez. En zo uh, doet het dat het goed. En gaan we door naar de volgende wedstrijd. Die gaan we natuurlijk met ons tweede en derde elftal spelen. Dus uh, we gaan zien wat dat gaat worden. Met ons tweede elftal gaan we eens de volgende wedstrijd te spelen tegen Ajax, toch? Was het volgens mij, als ik me niet vergis. Ja, deze video heb ik dus ook een week geleden ge of gespeeld. Dus ja, inderdaad, Ajax hebben wij nu in de volgende wedstrijd. Het gaat lastig worden. Met ons tweede elftal sowieso dus gaan we spelen tegen Ajax. Dus met het elftal zoals het hier staat, op zich moet het ook te doen zijn. En we gaan de hoogtepunten spelen van deze wedstrijd. En we gaan het zien. Wat dit Feyenoord kan doen tegen dit Ajax. Dit tweede Feyenoord team dus. Oud-Ajax ziet Vermeer in het elftal. De bal weghalen nu, dat lukt goed gedaan. Amrabat kan de bal niet opvangen. Uiteindelijk wel Amrabat richting Tony Verlena. Tussen nu 20 minuten vrije trap voor Feyenoord. Tony Verlena met de vrije trap. Kan de aanvoerder van de tweede elftal al omin scoren? Nee, het andere die uh, wou zijn kans proberen. Dus ja, die ging naast. Nu een uh, actie weer van Ajax met Bergwijn. Haps met de druk. Trouwen met de druk. Bergwijn nog steeds. Bobby oppassen nu. Trouwen, goed onderschept. Senessi. Bal nu uit een actie voor Feyenoord. minuut 35. Hier met Narsing. Luciano Narsing. Niet helemaal vrij. Dan kan hij hem afgeven op Filena. En dan is het raak. Tony Filena scoort. En zo staat Feyenoord voor met 1-0. Tony Filena. Tussen de tweede helft. Hoekschop op Ajax. iets met de hoekschop. Does aan Tadic. Nassing gaat mee naar voren daar. Om die bal weg te halen. Dat lukt ook. Minuut 55. Dan komt er weer een actie voor Ajax. Hier met Klaassen. Klaassen. Kan Feyenoord verdedigen? Jazeker. Hier is Nassing Doet het goed. Minuut 81. Een kans voor Feyenoord op een 2-0. Dat zou mooi zijn. Guus Til. Til is er langs. Jazeker. Dessers. er moet dit hem zijn. Dessers. En de redding van de keeper. 88e minuut, bijna 89e minuut. Een hoekschop voor de Ajax. Kunnen wij de 1-0 behouden? Doelpunt van Verlena Of wordt het nog een gelijkmaker? Nee, de bal in handen van Vermeer. Dan is het klaar. Dan winnen wij met 1-0 in de kuip. Door het doelpunt van Tony Verlena van Ajax. En dan gaan we dus door naar de derde wedstrijd. Met het derde elftal dus. Even kijken, Snessie. ja, Even wat reageren op speletjes. Dit is dus het uh, ja, door. Sparta, met Sparta, oh zo, Sparta gaan we dus spelen met het de derde elftal. Dan we, gaan, we gaan geen spelers verkopen of uitlenen. Dat heb ik al eerder gezegd. En we gaan nu zien wat we met het de derde elftal dus gaan doen. Tegen Sparta Rotterdam. En ook daarvan gaan wij die hoogtepunten dus spelen. En we gaan het zien wat het gaat worden tegen Sparta. Met het de derde elftal Prato dus. We hebben Noah Lang. We hebben Vormer. Klaasie. We gaan het zien. Het is voor Feyenoord hier. Met Noah Lang. Na één minuut spelen. Noah Lang. Afgevend richting Prato. Prato met zijn doelpunt, dan Prato. Jazeker. Hij ziet Feyenoord op 1-0. En het is Lucas Prato die Feyenoord op de 1-0 voorsprong zet. Nu Feyenoord met de vrije trap. Hier op het kasteel zat Feyenoord dus met 1-0 voor. Congolo, Klaasie. Jordi Klaasie richting Noah Lang. Krijgt hem niet verder, Noah Lang. Toch nog bij Pedersen. Pedersen, voorzet, Klaasie. En nog ja, Prato die dat niet lukt. Nu een actie van Sparta. Wat oppassen nu voor Feyenoord? Hier Saito. Saito, Hartman in achtervolging. Nog steeds Saito in de handen van Marshman. Nu weer een kans voor Sparta. Na 20 minuten spelen hier. Joaquin. Joaquin, Congolo met de druk. Nog steeds Joaquin. Joaquin en onderschept door Congolo. Weer, minuut 25. Een kans, een aanval. Voor Sparta. We moeten weer oppassen voor Feyenoord. Dit keer weer Petersen. Nu zo vlak voor rust een uitbraak van, de, van Feyenoord. Hier met Klaasie. Klaasie. Prato wordt gevonden. Ja, goed, Lucas Prato. Dan kan hij voor zijn tweede gaan. En dat gaat hij niet. De bal net naast. Nu een vrije trap voor Feyenoord in de tweede helft. Ruud Volgenmeer met de vrije trap. Nee, Pedersen. Sorry, neem me niet kwalijk. Pedersen met de vrije trap. Klaassi. Klaassi. zelf. Nee. Prato dan nu. Prato zelf. Schot geblokt. En de bal weggehaald. Opgevangen door Feyenoord. Dus de bal blijft in bezit. Tornstra, Toornstra. Schot geblokt. Klaassi. En de redding van de doelman. Nu een vrije trap, zo vlak voor tijd. Van Feyenoord. 89e minuut. Laatste kans op een 2-0. Van Toorstra. Toorstra en de redding. En dan blijft het 1-0 voor Feyenoord. Dus weten we ook niet overtuigend te winnen. Maar we winnen wel. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Met een goed gevoel door naar de volgende Europa League-wedstrijd voor de Rotterdammers. Tegen Mitcheland hebben we ook nog RKC. Kortom, de volgende aflevering, dus weer. Um, met het eerste helft. Wel, nee. Ik ga deze wedstrijd ook al spelen. We gaan gewoon ook al weer, gewoon nog een keer met, een, uh, met ons eerste elftal een hele wedstrijd spelen en kijken hoe het loopt. Deze Europa League-wedstrijd. Zietstel, de vrij zit te druk. De vrij heeft de bal onderschept. Nu kunnen wij eruit komen. Hier, Ausnus. Ausnus is uh, op snelheid. Geeft niet in Jiménez. Die raakt de bal kwijt. Ausnus dan, nog steeds. De bal weer kwijt. Koktje. Feyenoord die de bal probeert in bezit te houden. Jiménez, ja zeker goed. Berghuis, Berghuis met de kans. En ook de 1-0 voor Feyenoord. Steven Berghuis. En Feyenoord komt op voorsprong in deze Europa League wedstrijd. Goed gedaan door Steven Berghuis. En 1-0 is het. En hij is er uh, zeer blij mee. Mitchelland, die nu natuurlijk op jacht gaat naar een uh, gelijkmaker. Of je de bal in eigen ploeg probeert te houden. Kaarsdorp zit te druk. Sisto. Achtervol door Steven de Vrij. En de bal over naar de zijlijn. En die gooi dus voor Feyenoord. Kaarsdorp. Berghuis. Jorginho Wijnaldum. Ausnus. Wijnaldum. Vinden elkaar goed. Nu de bal richting Jiménez. Die behoudt hem goed. Ja, zeker. Kaarsdorp nu. Nu komt de kans voor Feyenoord voor een 2-0. Rikkaarsdorp. En de voorzet komt. Bal weggehaald. Het is een beetje allemaal in slow motion is het afgespeeld. Ik heb volgens mij, toen ik de video bewerkte, niet helemaal lekker gegaan. Maar dat zal zo wel weer goed komen later in deze wedstrijd. Cockchool, Jiménez. En nu dan, jazeker, 2-0. Santiago, Jiménez. Minuut 35 komt Feyenoord op 2-0. En weer hij, hè. Weer Jiménez. Berghuis en Jiménez. Tot nu toe de twee mannen van de doelpunten. En nu is het allemaal weer wat, wat beter. Hier de bal nu voor Gimenez En die kan er 3-0 van maken. En dat doet hij ook. 3-0, Feyenoord. Weer Gimenez Kortom, Jiménez. Belangrijke man in deze aflevering. Deed het ook al in de. was tegen Lazio. Met twee doelpunten. Nu weer twee doelpunten tegen uh, Mitchelland. En uh, zo vlak voor dus, dus 3-0 voor de Rotterdammers. Kan niet meer fout gaan. De eerste zit er ook bijna op. Isaksen. Hoeveel? Nee, die komt er niet meer uit. En zo is de bal over de achterlijn. En is het een uh, hoekschop alsnog, toch nog? Oké. Okay. Verrassend dat die hoekschop nog doorgaat. En de bal wordt allemaal weggehaald door Feyenoord. Goed gedaan. Koktjeu en is deze eerste helder dus voorbij. Gaan we kijken wat de tweede helft gaat worden. Tussen Feyenoord en Mitteland. En uh, we gaan uh, met het simuleren in de tweede helft ook nog uh, beter gegaan. We hebben gewoon 3-0 gehouden. En uh, dus uh, de volgende aflevering tegen RKC met het tweede elftal. Dus uh, we gaan het zien. Hou dus de volgende aflevering in de gaten. Volgende week, deze week nog een spelersquare met Mats Wiefer. Dan zeg ik bedankt voor het kijken. heb op het duimbootje gedaan. En dan zeg ik zoals tijd en zoals nu. Deze wedstrijd gaan we nog even snel simuleren. Ik ben er steeds te snel. Maar we verliezen dus met 2-1 van RKC nu met het tweede elftal. Dat krijg je dus van als je deze video heel lang niet gezien hebt. Want ik heb het natuurlijk voor nee, een week geleden opgenomen. Um, dus ja, vandaar dus. Uh, helaas, deze wedstrijd is dus verloren met 2-1. Met het tweede elftal. Um, even kijken hoor. Nou, nu tegen wie de volgende wedstrijd. interland hebben we nou AZ. Oké, okay, die hebben we dus met het de derde elftal. Dat gaat lastig worden. Met het de derde elftal tegen AZ. Misschien moeten we dat omruilen later. Dat we dit met het eerste elftal spelen. En die Roperliga wedstrijd met het de derde elftal. Maar goed, dat is voor de volgende aflevering, jongens. Uh, bedankt voor het kijken. En later. Thank <music> you.